Weet u al wat u met Pasen gaat doen? Ja, ik ga naar mijn zus. En die woont lekker aan zee, dus ik hoop. Ik hoop dat het een beetje mooi weer is. U gaat lekker op stap? Ik ga op stap, ja. Ja. Heel veel mensen weten niet meer waar Pasen voor staat. Maar volgens mij weet u dat ongetwijfeld wel. Ja, ik weet het heel goed. Maar dat wil niet zeggen dat ik verbonden ben meer aan die kerk. Dat is dus, maar ik weet het wel heel goed wat het is. Ja, is Nou ja, ik zeg altijd, je kunt religieus zijn zonder instituut. Dat vind ik ook. Heeft u helemaal gelijk aan. Ja. Dat geldt voor mij precies hetzelfde. Nou, voor mij betekent Pasen gezelligheid met familie en met vrienden. Samen zijn en samen het leven vieren. En dan, dat maakt de paasdagen speciaal voor u? Ja, ja, tijd doorbrengen met gezin en met familie. Ja, Pasen zijn gewoon een paar lekkere vrije dagen en ik hoop dat het mooi weer is. En ik heb een verjaardag, eerste paasdag. En dan gaan we met z'n allen gezellig eten en daarna naar het paasvuur. De gezelligheid staat voorop? Ja. Ja. En u weet ongetwijfeld waar Pasen voor staat? Ja, dat weet ik. Ja, ik ben katholiek opgevoed, dus ik heb dat al meegekregen vroeger. Dat het overlijden en het herrijzen van Christus is. Maar nu heb ik daar niet meer zoveel mee. Ik kom eerst een paasdag weer terug. We hebben een hotelarrangementje. Lekker fietsen in Doorn. Ik gaf van mijn schoonmoeder bezoeken in Zeist. En de tweede paasdag doen we eigenlijk niet zoveel. Ik denk we gaan fietsen of zo. Paas voor mij betekent rust in het lichaam. Zorg dat je daar rust in krijgt. Ja. En dat is andere dagen wat moeilijker? Ja, soms wel. Soms wel. Ja, zie. Dus, u gaat het gewoon rustig aandoen? Ja, met de kinderen uit eten. De eerste paasdag. Dus, en de kleinkinderen. Weet u al wat u met Pasen gaat doen? Thuis. Blijf rustig thuis. Lekker gezellig thuis? Ja. En doet u dan nog mee aan speciale activiteiten? Op die dag? Nee. Nee, dan ga ik lekker rustig van het weer genieten. Het is mooi weer wordt nu.